Ja, dat is ook bijvoorbeeld zoiets. En dat geeft ook maar weer aan hoe onzeker de muziekbranche is. Ik had 4 jaar of zo was ik aan het werken naar een album. Weet je, ik had eerst mijn contract bij de eerste platenmaatschappij. En daar hebben we 2 jaar gewerkt. Weet je, demo's gemaakt met producers uitgeprobeerd, songwriters uitgeprobeerd. Nooit echt iets gevonden waar we helemaal enthousiast over waren met z'n allen. Daarna ben ik zelf met andere mensen gaan werken en hebben ook gewoon gekeken hoe het, of het wel of niet ging klikken. En of dat we echt iets moois konden maken waar andere mensen ook enthousiast over werden. Ook niet gelukt. En dan ineens ga je per ongeluk commercials inzingen in Duitsland bij Janu en Frank. Helemaal leuk, jaarlang gedaan, alleen maar gelachen, weet je wel, gewoon alleen maar productpresentaties gedaan. En Janu komt met het idee om Heaven te doen in een danceversie, waarvan ik in eerste instantie al meteen zeg van ja, ik ga geen dancemuziek doen, want ik ben wel een zangeres, weet je wel. Ja. En nee, ik van ja, doe maar lekker arrogant, maar dat is toch helemaal te gek. Ja, maar goed, ik vind het niet passen bij mijn ding. Doe het nou maar gewoon en we zien wel. Maar zo gezegd, zo gedaan, balladversie erbij opgenomen omdat ik dat graag wilde. En dan echt out of the blue, 3 maanden later, is het gewoon een huge hit over de hele wereld. Ja, maar dat was de danceversie, hè? Ja. Was je daar wel gelukkig mee? Want het is Ja. duidelijk niet helemaal de muziek die je nu maakt. Nee, maar het was ook echt een featuring. En het was natuurlijk wel echt ja, vreselijk stoer. Gewoon dat, Ja. ja, dat je toch gewoon, weet je, Janu en ik hebben het echt samen bedacht. Ik heb ook echt het origineel van Bryan Adams, heb ik gewoon echt maar 2 keer geluisterd. Omdat ik zoiets had van, nou, ik wil weten hoe de melodielijn gaat en verder wil ik het gewoon helemaal eigen maken. Oké. En je gaat toch iets nieuws creëren of zo. En dan scoort het zo goed. Ik vond het echt helemaal gek. En het was gewoon echt een goed product. Ondanks dat het niet mijn ding is wat ik voor de rest van mijn leven wilde. Het leuke was ook wel dat die danceversie heeft toen ja, toch wel echt wel een paar weken in de top 3 gestaan. En toen hadden we het 9-11 verhaal, zeg maar. En toen ineens was die balladversie van Heaven was de meest gedraaide plaat van dat jaar. Die stond gewoon echt op nummer 1. Dus je denkt dat is een gevolg van het 9-11-nasleep? Nou, Dat dat zo'n... het was wel toevallig, zeg maar, dat liedje echt toen ineens heel veel gedraaid Ja. werd. Ja, het is wel heel cru, maar ook wel ergens heel mooi dat zoveel mensen daar En ja, begrijpelijk houvast van aan hadden. hadden. Ja, precies, ook gewoon heel logisch. Dus ik vond dat wel heel erg ja, bijzonder. Ja. En dus ook gewoon de balladversie, en dat was ook alweer heel erg leuk. Dat die dus gewoon ook, en die wordt ook gewoon nog steeds dagelijks gedraaid. Dus. Maar in die tijd, ik neem aan dat je over de hele wereld hebt opgetreden in die Nou, tijd. voornamelijk in Amerika, Canada, de UK, zeg maar, Engeland, Schotland, Ierland en Spanje. En dat was een leuke tijd, of had je het idee dat je geleefd werd misschien wel? Het was heel leuk, maar je werd absoluut wel geleefd. Het was echt mega druk. We waren iedere dag vlogen we. We gingen echt 's morgens om 5, 6 uur weg uit het hotel. En dan kwam je aan en dan ging je s'avonds om 2, 3 uur ging je weer je bed in. Je sliep echt 2, 3 uurtjes per nacht. Ja. En dat is gewoon iedere dag vliegtuig in, vliegtuig uit. Maar wel een heel bijzondere ervaring. Ik zou nooit meer af willen geven.